Dus welkom allemaal hier, hier in de virtuele arena. Helaas nog steeds op afstand. Maar in ieder geval heel erg fijn dat het lukt om het ondanks alles toch gewoon goed af te kunnen spreken. Vandaag inderdaad een workshop over skills in de klus-economie. Ik zal even een korte introductie doen en vervolgens gaan we door naar een aantal hele interessante sprekers om dat onderwerp verder te verkennen. Als je vragen hebt, dingen, je kunt je handje opsteken of je kunt in de chat kun je een vraag stellen. En vervolgens kan ik ook vanuit hier kan ik jou ook upgraden naar panelist, waardoor je het ook gewoon met audio je vraag kunt stellen aan de sprekers, maar daarover straks meer. Met een mooie diverse gezelschap, zowel mensen van platformen, werkgevers, veel mensen uit de HR-hoek. Vakbonden, onderzoekers, publieke instanties. Dus denk ik een hele mooie gemixte groep om het over dit onderwerp verder te hebben. Ik zal eerst na het begin even met een korte uitleg van het onderzoek en een stukje Time and Partners. En vervolgens dan doorgaan naar wat we eigenlijk vandaag gaan doen. Dat we vervolgens dus door kunnen gaan naar de eerste spreker. Nou, dit is in ieder geval het onderzoek waar ik nu een jaar mee bezig ben. Bijna uiteindelijk de hoofdvraag is van hoe kan de portabiliteit van reputatie en transactiedata van platformwerkers bijdragen aan hun kansen op de arbeidsmarkt? Mensen werken steeds vaker via platformen. Ze doen daar bepaalde ervaringen op, maar ook hun klussen die ze hebben gedaan worden daar ook echt binnen het platform gevalideerd. Dus hoe kun je daarvoor zorgen door een soort van export naar een digitaal CV of ook zelfs een soort van portabiliteitssysteem tussen platformen, dat die werkende meer kans krijgt op de arbeidsmarkt. Dus eigenlijk een beetje de hoofdvraag van het geheel. Ik denk goed om eerst even stil te staan bij wat voor platformen hebben we het. Ja, want de platform en arbeid is natuurlijk een heel erg breed iets. We kennen natuurlijk al lang natuurlijk LinkedIn en jobboards. Maar als je het gaat over dit specifieke vraagstuk, gaat het ook over een specifiek type platform. Ik denk ten eerste belangrijk om te zeggen is dat het vaak om korte klussen gaat. Ik noem het ook vaak dagklussen. Bij een van de platformen die ik heb gesproken is gemiddelde klus ongeveer 6,5 uur. Geeft ook aan dat het echt gewoon om korte klussen gaat. Niet zozeer met uitzenden van wekenlang, maar meer één dag of enkele dagen. Eigenlijk alles wat daardoor moeten we ook alles wat we bedenken ook uiteindelijk ook geautomatiseerd moet kunnen plaatsvinden. Want je kunt je voorstellen dat wanneer één iemand één klus voor een dag doet, daar zit waarschijnlijk niet enorm veel marge bij. Even kijken, de tekst onduidelijk. Bijna niet leesbaar. Nou ja, dan doen we het gewoon even. Kijken. En is de video wel duidelijk? Dan vraag ik gelijk even aan de mensen. Ja, die is duidelijk. Weet je, dan doe ik gewoon lekker zonder slides. Dat is ook verder geen probleem. Dankjewel voor de feedback. Redelijk duidelijk. Kijk, dat zijn ook de interpretatie van duidelijk is dat ook vaak heel erg anders. Dus die klus uiteindelijk, omdat het gaat over relatief korte klussen betekent dat ook dat uiteindelijk ook de marge per klus heel erg laag is. Dus eigenlijk alles wat we bedenken moet eigenlijk daarin ook worden geautomatiseerd. Belangrijk om te weten is de opdrachtgever maakt de opdrachtomschrijving. Omdat het platform echt faciliteert en daar eigenlijk de opdrachtgever en de werkende aan zet zet. Die platformen worden ook steeds in steeds meer verschillende sectoren ook actief. Wat uiteindelijk ook waarschijnlijk de vragen over vraagstukken rondom skills alleen maar belangrijker maakt, omdat er ook over verschillende sectoren moet worden gematcht. En ook de hele transactie verloopt ook via het platform. De timeline van het onderzoek is, hij is vorig jaar maart, april begonnen. Duurt een jaar. We hebben 5 oktober een workshop gehad met een aantal platformvertegenwoordigers om te kijken hoe kunnen we in ieder geval, hoe kunnen we uiteindelijk ook echt zorgen voor zo'n portabiliteitssysteem voor reputatiedata. Vandaag is de workshop waar we juist gaan kijken naar hoe kunnen we ook skills vervolgens verbinden aan die klussen die zijn uitgevoerd. En in april zal er een eindpresentatie zijn en zal ook, als goed is, ook een vervolg naar een echte pilot of realisatie van het concept gegaan. En daaronder is eigenlijk een lijn van heel veel interviews en desk research door mij rondom het onderwerp. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door verschillende partners. Die zie je hier in beeld of niet, maar ik zal ze even voorlezen. Het UWV doet daarin mee. Seeds to Meats, FNV, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Freshheads, Jobtech Gig, dat is eigenlijk de techafdeling van de Zweedse UWV, Young Ones en E3, dat is de European Trade Union Institute, die uiteindelijk ook heel veel vakbonden in Europa ook vertegenwoordigt.
Vandaag gaat het hebben over van transacties naar skills. Wat ik eigenlijk daar ook als hoofdvraag ook in de invite heb gestuurd, is uiteindelijk de reputatiedata van platformwerkers is vrij beperkt. Je weet hoeveel klussen ze hebben uitgevoerd hebben en hoeveel de klant deze heeft gewaardeerd. Om deze skills die zijn gebruikt bij het uitvoeren van deze klus automatisch in kaart te brengen en mee te nemen naar het digitale CV, is eigenlijk de vraag die eigenlijk in deze online workshop dus verder centraal staat. Nou, als laatste van mijn bijdrage is eigenlijk het programma voor vandaag. We beginnen met de introductie over skills in de meest brede zin van het woord door Jeroen Schil en Frank Verduin van het UWV. Vervolgens hebben we eigenlijk drie verschillende projecten en initiatieven die eigenlijk hun oplossing presenteren, waar we dan vervolgens ook over gaan doorpraten. De eerste is Christopher Bradshaw van Skillab. Die komt in het Engels. Die zal straks verder uitleggen wat ze doen. Vervolgens Philip de Geijter van Ectonomy, die prachtig op het Vlaamse strand zijn verhaal zal doen. Als laatste daar een Joost van Genenbeek van TNO. En als laatste waren het ook een aantal vertegenwoordigers van platform vragen om ook eigenlijk te reflecteren op de juist gepresenteerde cases. Om te kijken of, ja, maar hoe kun je zoiets voor ons ook in de praktijk brengen. Nou, dat was natuurlijk mijn introductie. Ik schakel even over naar Frank en Jeroen. Even kijken, het andere scherm. Jeroen en Frank, jullie mogen ook jullie microfoon unmuten. Ja. Wie van jullie twee wil het hoofdscherm? Frank of Jeroen? Ik ga hem aftrappen en ik zal ook de presentatie bedienen. Dus misschien Kijk. wijs als je mij het hoofdscherm Ja. geeft. Jeroen valt halverwege in, maar dan blijf ik dus als, nou, ik wilde zeggen, charmante assistent actief. Maar daar hadden ze misschien iemand anders, beter iemand anders voor kunnen inhuren. Kijk, je bent in beeld. Oké, zal ik dan ook maar gelijk aftrappen? Geen seconde te vermorsen, zou ik zeggen. Ik ga mijn scherm even delen. De presentatie staat inmiddels voor. Ik hoop dat het in dit geval ook goed gaat. Want ik merkte bij jou, Martijn, dat de video goed was. Maar zodra je de presentatie deelde, werd het beeld wat waziger. Ik hoop maar dat dat nu niet het geval is. Ik heb hem duidelijk, Frank. Je hebt hem duidelijk? Ja. Oké, hartstikke goed. Hartstikke goed. Dank allereerst, Martijn, voor deze geboden gelegenheid om het thema kort in te lichten en ook eventjes te vertellen wat we bij UWV met Skills doen. Laat me allereerst echter mezelf en vooral ook mijn partner even kort introduceren. Wij zijn Jeroen Schuil en Frank Verduin, ik ben laatstgenoemde. Wij zijn beiden arbeidsmarktadviseurs bij UWV. Dat betekent dat we ons namens UWV bezighouden met de stand van de arbeidsmarkt, maar ook de ontwikkeling daarvan. Nou ja, als zodanig zijn we dus ook erg geïnteresseerd in het fenomeen platformeconomie en participeren we in het onderzoek van Martijn. Skills is ook een interessant fenomeen waar we ons al enige tijd mee bezighouden. Ik zal zo vertellen waar die inspanning uit bestaat, althans samen met Jeroen. Maar laten we eerst eventjes heel kort ingaan op het begrip skills zelf, al is het alleen al maar om een soort common ground te schetsen. Ik hoop nu dat mijn scherm verder gaat, maar dat gebeurt nog niet, zie ik. Oh, misschien moet ik even hier onderin. Oké, nou dan doen we het handmatig. Mijn zeppertje werkt nu even niet. Wat zijn skills precies? Nou ja, daar heeft iedereen wel een voorstelling bij, maar het gaat in feite om vakbekwaamheden, om vaardigheden. En dat wordt ook wel gedefinieerd als een herkenbaar gedragspatroon dat zich gedurende een wat langere tijd regelmatig en onder verschillende omstandigheden manifesteert. Dat is eigenlijk de definitie die je in de woordenboek terugvindt. Bij skills wordt dan vaak onderscheid gemaakt tussen hard skills en soft skills, waarbij soft skills de gedragscompetenties zijn. Hè? Er wordt ook wel eens gesproken over een verzamelnaam voor sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, taalvaardigheid en persoonlijke gewoonten. Een voorbeeld van soft skills is bijvoorbeeld feedback geven en ontvangen, luisteren, empathisch vermogen zien we hier staan, maar ook resultaatgerichtheid, creativiteit, stressbestendigheid, klantgerichtheid, oplossingsgericht denken, dat soort zaken. Vallen onder de noemer soft skills. Naast soft skills zijn er dan ook nog hard skills. Dat zijn de technische competenties, de harde vakvaardigheden, zoals ze ook wel eens worden genoemd. Denk aan nou ja, de competenties die hier genoemd worden, hè, autorijden, schilderen, timmeren,
sleutelen, koken, verkopen, dienblad vasthouden. Dat zijn ja, echt skills die zijn gekoppeld aan een bepaalde taak of een bepaald proces of een bepaalde rol. En die je dus nodig hebt om echt een specifiek beroep tot een goed, ja, goed uit te oefenen en een job tot een goed einde te brengen. Dat eventjes over wat skills nou eigenlijk precies zijn. Dan is de volgende vraag, waarom houden we ons daar bij UWV mee bezig? Wel, het UWV staat bij velen bekend als een uitkeringsfabriek, maar is veel meer dan dat. Wij begeleiden namelijk ook werkzoekenden naar werk en helpen werkgevers om geschikt personeel te vinden. Met name dat laatste was natuurlijk tot, laten we zeggen, begin van de coronacrisis erg lastig. Nu wordt het weer iets moeilijker om werkzoekenden naar werk te helpen. Maar het gaat om het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dat is in feite wat het UWV werkbedrijf doet, de divisie waarvoor wij als arbeidsmarktadviseurs werken. En sterker nog, de missie van het UWV werkbedrijf zien we hier in beeld, die luidt steeds meer mensen aan het werk door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Dat is echt onze hoofdtaak. En skills, die helpen om die arbeidsmarkt transparant te maken. Die helpen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en zorgen dus zo voor een betere en gerichtere matching. En vandaar dat we daar bij het UWV erg geïnteresseerd in zijn. En die interesse die vertaalt zich aan een inspanning om te komen tot een zogeheten skills-ontologie. Of taxonomie, of een gedeelde skills-taal zou je kunnen zeggen. Daarbij kijken we naar onze Vlaamse collega's van de VDAB, want die houden zich daar al wat langer mee bezig. De VDAB, eventjes voor degene die die organisatie niet kennen, is eigenlijk de Vlaamse versie van het UWV werkbedrijf. Dus ook een organisatie die zich bezighoudt met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. VDAB heeft al een tijdje geleden een skills-ontologie opgezet. Dat hebben ze gedaan op basis van de Rome 3 competentielijst. En die is weer van de Franse Public Employment Service, het Pôle de l'Emploi, als ik het zo goed zeg. Dus jullie merken al, het is een Europese inspanning. En naar dat goede voorbeeld kunnen we wel zeggen, werken we als UWV nu samen met onder andere TNO, maar ook CBS, aan een Nederlandse versie van die skills-ontologie, zoals dat genoemd wordt. Een ontologie die skills definieert en aan beroepen koppelt. Zoals gezegd, op basis dus van een eerdere inspanning van de VDAB. En dat leidde tot een skills-ontologie, skills-taal, die competent BE genoemd werd. Competent België uiteraard. Deze skills-ontologie bevat 5000 of omvat meer dan 5000 skills en bevat beroepscompetentieprofielen. Waarin dus vermeld wordt, op basis van skills, wat je moet kunnen en kennen in zo'n beroep. Nou, UWV probeert dus nu samen met TNO en de andere betrokken partijen om die skills-ontologie, dat competent BE, te vertalen naar een competent NL. Dat is nog niet zo heel makkelijk, want er zijn, om te beginnen, verschillen tussen Vlaanderen en Nederland. Niet alleen tussen de beroepen en de gevraagde skills, maar ook in taal. Een aardig voorbeeldje wat vaak genoemd wordt is bijvoorbeeld het woord opvolgen. In Vlaanderen kun je een voorraad opvolgen. Dat betekent dat je een voorraad beheert. Maar net als in Nederland wordt het woord bijvoorbeeld ook gebruikt voor het verbinden met een klant of een project of een leverancier. Opvolging geven aan. Een bepaald verzoek bijvoorbeeld. Dus het is heel erg belangrijk om te zorgen dat je de juiste taal spreekt en dat er geen interpretatieverschillen bestaan. Dus daar, dat is allereerst waar men zich mee bezighoudt in het maken van die vertaalslag. Daarnaast geldt dat sommige skills erg gedetailleerd zijn en andere weer veel globaler, weer wat meer algemeen en veel omvattender. En ook geldt dat bepaalde skills soms net iets anders geformuleerd zijn, maar over hetzelfde lijken te gaan. Dus dan zijn er een soort synoniemen, maar er zitten dan net weer nuanceverschillen in. En welke skill gebruik je dan bij welk beroep? Dat is nog niet altijd even makkelijk en daar wordt dus naar gekeken. Het uiteindelijke doel van deze skills-ontologie is het in kaart brengen van beroepen, het beschrijven van beroepen, maar ook, en dat is dan de koppeling denk ik met het onderzoek van Martijn,
het definiëren van de overeenkomsten en het maken van koppelingen tussen beroepen. Hè? Want daar wordt het interessant. Als je namelijk in deels, kun je vervolgens ook koppelingen gaan maken met andere beroepen en dan kun je de overlap kun je signaleren. Ja, en dan wordt het dus ook makkelijker om mensen van het ene beroep naar het andere te brengen. Koppelingen dus. En ja. Over hoe die koppelingen precies in zijn werk gaan, zal Jeroen nu nog wat meer vertellen. Klopt, dankjewel Frank voor deze inleiding en het bruggetje naar de volgende sheet. Ik denk dat misschien met name Joost van Genebeek hier al wel enigszins mee bekend is, of misschien wel zelfs heel goed bekend. Ik heb vorige week even uitgebreid gesproken met Frank en mijn collega Lisanne van de Beukel, die nauw betrokken is in een kerngroep, een werkgroep, die bezig is met het in kaart brengen van deze skills en de beroepen. En dat doen zij met z'n allen door de koppelingen te maken tussen de beroepen en de skills die daar zijn. En het uitgangspunt daarbij is de ISCO-classificatie. ISCO, voor wie dat niet kent, de International Standard Classifications of Occupations. En dat is een indeling die internationaal gebruikt wordt voor het in kaart brengen van beroepen. Nou, ik heb even kort het diagrammetje, het tabelletje wat erbij hoort, daar neergezet. En Frank, als je de volgende doorklikt, dan zie je dat 4 lagen zijn. Maar daaronder, en dat is interessant, en dat is ook waarvan Lisanne zei, van daaruit werkt zij. Dit werkt van grof, algemeen naar fijn, specifiek. Die 5e laag, dat is waar het eigenlijk begint. En die 5e laag, dat is waar geprobeerd wordt om de koppeling te maken met de skills. Waar het gebeurt, zeg maar. Die bestaat uit ongeveer 436 zogenaamde ISCO Unit Groups. En hoe ziet dat eruit? Nou, als je dan de skills aan de ene kant zet, en dat noemen we dan de ESCO skills, dus de European Standard Classification of Occupations, en dan aan de andere kant de beroepen, Frank, dan zul je zien dat als je dat in elkaar probeert te schuiven, dat je daarmee beroepen en skills ja, bijna over elkaar heen kan leggen. Het mooie daarvan is dat je dan dus steeds dieper kan gaan en dat je dus per beroep en dan heel specifiek per beroep kan aanduiden welke skill is daar nou bij belangrijk. Als voorbeeld wil ik noemen, heb je bijvoorbeeld de verkoopmedewerker. Nou, de verkoopmedewerker is één van die zogenaamde 436 unit groups, maar die verkoopmedewerker die kan je weer onderverdelen in 7 clusters. En één van die clusters is de fashion verkoopmedewerker. En om daar dus dieper op in te gaan, om even te laten zien waar die kerngroep mee bezig is, op welk niveau zich dat bevindt, heb ik van Lisanne deze sheet meegekregen om te laten zien hoe ver dat inmiddels is uitgewerkt. Dus welke skills worden er op papier gezet? En dan zie je dat daar ook nog weer een onderscheid wordt gemaakt tussen essentiële skills en optionele skills. Ja, en dat is alweer anders dan bijvoorbeeld een verkoopmedewerker in de supermarkt of bij een tankstation. Dus dit gaat heel diep. En dit is dus ook een proces wat niet alleen nu op papier wordt gezet, maar wat ook een levend en dynamisch proces zal blijven zijn, ook als dit klaar is. Ik heb ook begrepen dat bijvoorbeeld TNO daar, maar ik wil geen gras bij Joost voor de voeten wegmaaien, maar dat TNO daarbij betrokken is om het een en ander ook na afloop van het realiseren van het hele project, om dat verder te begeleiden of in ieder geval ervoor te zorgen dat er een systeem voor blijft bestaan en gebruikt kan worden. Nou, even kort afsluiten, want ik zie dat we aardig aan de tijd zitten. Even terug naar de functie die Frank en ik vervullen. Waarom zitten wij hierin, hè, vanuit UWV? Frank zei het al, wij zijn UWV werkbedrijf. Niet de uitkeringstak, niet de divisie uitkeren, maar wij zijn echt van het werk. Mensen bij elkaar brengen, de arbeidsmarkt in beweging houden. En nou, een van de dingen die ons altijd bezighoudt, is die groep mensen die niet aan het werk zijn of gedeeltelijk niet aan het werk zijn. Ik heb even snel gekeken naar het meest actuele stand van zaken wat betreft de mensen die werkzoekend zijn, die geregistreerd werkzoekende vermeld staan. Dat kan zowel bij gemeente zijn als bij UWV. In het derde kwartaal 2020 dan zie je al dat mensen op allerlei opleidingsniveaus zijn. Dus dat is interessant. Het is niet zo dat wij alleen maar mensen, en dat woord mag ik niet gebruiken, dus dat doe ik ook niet weer, maar niet allerlei mensen in de bakken hebben zitten die alleen maar geen startkwalificatie hebben. Nee, wij hebben echt op allerlei niveaus mensen. Dus ook voor heel veel werkgevers interessant. En het volgende diagram laat ook zien dat echt niet al die mensen 100% van hun tijd thuis zitten. Meer dan een kwart van die mensen is ook al voor een deel aan het werk, maar zou dus misschien wel meer uren willen en kunnen werken.
En ik denk dat de grote uitdaging is, en ja, dat is iets wat Frank en ik ook graag binnen UWV verder zouden willen verspreiden, van goh, probeer ook deze groep bijvoorbeeld via een platform op uren dat het hun uitkomt, verder die arbeidsmarkt op te helpen. Want uiteindelijk, UWV is er voor om de mensen die de arbeidsmarkt op willen, om die afstand die zij voelen, en zeker de mensen die bij de gemeente en bij ons in de boeken staan, om die afstand kleiner te maken. En dat is iets waar we met z'n allen eigenlijk elke dag aan werken. Ik zag gisteren Tof Tissen daar nog weer gloedvol over vertellen. Nieuwe ontwikkelingen, hè, de arbeidsmarkt is iets waar we met z'n allen aan werken. En we hebben een beschikbaar aanbod en die willen we graag bij werkgevers onderbrengen. En wij weten dat er werkgevers zijn die op allerlei tijdstippen mensen zoeken. En ja, wij denken nog steeds dat daar een potentieel ook bij ons is. Dus daar willen we heel graag aan meewerken. Dus dat is ook voor ons een reden om hierbij te zijn. Dankjewel. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel voor jullie bijdrage. Zou je misschien even het scherm kunnen stoppen met delen. Er is even één korte vraag vanuit Anne van Wijk. Hoe verhoudt zich dit tot de SPB-klassificatie? Misschien goed om uit te zeggen wat het is, die klassificatie. Want ik verwacht dat heel veel van ons dat niet weten. Ik in ieder geval niet. En dan de vraag beantwoorden. Jeroen, wil jij die oppakken? Ik wou hem aan jou overlaten, sorry. ga je gang. Ik vul aan waar nodig. Ik moet je eerlijk zeggen, het is een hele technische vraag. Ik zou hem graag anders even achteraf aan Ellen willen beantwoorden of even in de chat willen melden. Want het wordt een heel technisch verhaal namelijk. Oké, heel goed. Nou, dankjewel voor jullie bijdrage. Mooie inleiding in het onderwerp. En daarbij zie je ook dat aan de ene kant ging het natuurlijk eigenlijk oorspronkelijk om van goh, hoe kunnen we in ieder geval aan die klussen die mensen doen via platformen, skills hangen, uiteindelijk om daaraan bij te dragen aan hun digitale cv. Maar hier zie je het ook dat het ook zeker ook op het gebied van matching een hele interessante is. En dat zoals ik ook eerder zei, waarbij ik verwacht dat platformen steeds meer in verschillende sectoren actief zullen zijn, waarbij je ook die matching, officieel is natuurlijk geen matching, maar meer het verbinden aan verschillende klussen steeds een belangrijke rol zal spelen. Dus dank voor jullie bijdrage. Graag gedaan. Jullie blijven ook verder erbij, dus mocht er straks nog discussie komen, dan uiteraard van harte welkom. Then we go to our English speaker, Christoph. So here we are. So Christoph, thanks for being here. So the focus in many discussions is on, okay, how can we make the position of people that work via platforms stronger, and which is really good for the workers, but there's only one problem, because it can also make the gap between people with no skills or no proven skills and people that are already on the platform much bigger and bigger. So then there's a risk that the gap between people with no experience and people with experience will be bigger and bigger because the experience will be amplified in the system. So that's the reason also why I ask you to share some more insights about SkillUp, your company, and how you can put skills on people without they need to work for via platform first. So I will unpin myself and I will give you the floor. So thanks a lot for having me here, and this is very interesting and very relevant to our work. I'm very sorry for my broken Dutch and that I have to speak English to you. I do hope it's understandable. I'm very confident that Dutch people have a generally good English speaking capacity. So if there should be any uncertainties, just drop in, and I'm happy to pause and go back if there was a language issue. I'd love to draw a little bit from our work at SkillUp. We started out in 2018 and really focused on assessing skills of migrants and refugees, because we felt it was a strong challenge for people coming from different cultures to the European countries and thinking of how their skills relate to the labor market. We very soon learned that what we built from a technological perspective and product perspective has a relevance for what we call marginalized job seekers in a broader sense. And what we see these days, especially given the COVID situation, is that a lot of our users take part-time jobs, temporary work, and so to speak, depart on gigs, which is something we more and more cover. And based on this work, so to speak, I think there's three things which we see and think are very important.
for thinking about skills and especially how they relate to the gig economy. And that is, skills must be really not only understood, but also recognized, so to speak, as the most granular and honest entity of information. I'll explain a little bit about that in a second. We also believe people naturally struggle to identify and express their gained skills. And ultimately, it doesn't really matter where skills come from, but what does matter is what these skills lead to and what people understand they can do with those skills in the longer run. So I think for most of us, it's very obvious and it's very clear that we do live in a skill-based economy that is primarily, as we believe, a good thing. So really thinking in degrees and titles for the longest time in history marginalized people. So people got a job because they got a fancy degree, a fancy past employer, or just the right title. This does not work anymore. And we see this every day in our work, that people really fit to jobs because of their skills, not because of their titles. If you just think of what titles mean these days, we, at least in our work at SkillUp, see that two people which have the same title on paper, so to speak, can have had a completely different experience, a completely different skill set. So the reliability on what that really means is absolutely low. So we really see the value of titles, so to speak, decreasing. What really matters, and that's what we focus on in our work, and that's why I'm so excited about sort of the skills analysis bit, is that skills really pave a way forward. If you understand someone's skills in greater detail, you can much more and much more accurately define the match between what is needed on the demand side and what is supplied, so to speak, on the people side. And that's really a key from our experience working with people. Skills can be translated, occupations cannot. And I think we've seen that in the previous slide. Just see. That the skills taxonomies were mentioned, ISCO was mentioned, ESCO was mentioned. We are in our work a big fan and believer of ESCO. And what we, that has various practical implications. One obviously is the availability in so many languages and the chance, so to speak, to cross-translate between them. The other thing is obviously the underlying, so to speak, compatibility with governmental and public institutions, which will speak sooner or later the same language. And what we did from a technological perspective at SkillUp is taking out of the ESCO model the layer of occupations and just trying to build a model that centers on skills. So what we're essentially doing with our technology is calculating the proximity of certain skills. Say somebody working as a waiter or taking a gig in a bar might have been exposed to skills that classically are in the silo of a cook, or they might even be entrepreneurial skills of another silo, so to speak. We do, so to speak, with the use of artificial intelligence, calculate the likelihood of somebody having a certain set of skills versus another set of skills in response to past experience they had. And it doesn't really matter in that regard if that was a one-time gig or a decade of work experience, so to speak. What is as important as the skill sets themselves, so to speak, is how it relates to, so to speak, what somebody desires to do and what the combination of skills looks like. So when we say skill profiling and the necessity for skill profiling, what we mean is A, the assessment of what somebody has in terms of skills, but most importantly, how is this very unique and particular skill set relates, so to speak, to available occupations. So take the example from earlier, to somebody who worked in, say, a cleaning gig. If you ask two people what they learned cleaning a flat, so to speak, or working in the catering industry or taking a job, so to speak, that is very comparable from the outside, what they took out of this in terms of, and this is a list of ESCO skills, can be very different. So somebody who has the title of, say, a key account manager in one company and another company might have had a completely different experience. And it's very important to look at the level of skills to understand this. What this ultimately must lead to really is what we call ultimate desired occupations and the possibility of what we call transversal occupations. So only if you really holistically understand someone's skills,
say somebody's past experience in a regular profession, maybe a gig they were taking, maybe a hobby they had. If you bring all of these things together, and the more information you have, the more accurate information you have on someone of the level of skills, the better you can see what skills gap you might want to, for example, compensate with education, or which occupations on the way to another occupation, so to speak, bridge a certain skill gap you're interested in. So that's really what we see is necessity. That's what we are developing. And the key that sort of inspires our, say, product development is that the people themselves, and that's something we see over and over in our user testing, feel, although there's sort of a spike in offerings, feel more and more lost. So whereas, say, in decades ago, there was a very clear relation either in regard to the labor market or in regard to serving institutions. These days, when we ask people of where they get information from, the list is very long. People immediately cite online courses, they immediately cite internet sites of information. But the somewhat disappointing truth is that all of these people ultimately fall back to old patterns because they feel overwhelmed by the information. So the number one answer for really why do you take a certain decision on moving in a certain direction with your career is almost with certainty, if available, something like friends and family. And that's something we see as sort of in contrast to the abundance of information available. What we did at SkillUp is building an app that allows the user really to think of his experiences much more holistically. So we ask for professional and educational experiences, but equally for what we call other experiences. So a professional experiences can be a day in the gig economy. It can be a decade in a classical occupation. What we say is an other experience can be really things from raising a family, coaching a sports team in your free time, doing community work. All of these things are sources of skills. And that's what we let the user assess. So we see that there's many movement, for example, in say the credentialing industry, in badges, which we generally appreciate. We think this is really great that it's easier for people to understand also say in badges and certificates and credentials, which skills relate to a certain occupation. However, we think still that what really is important is the subjective, so to speak, identification of skills somebody had. And again, I'm drawing from the example made earlier that two people in the same job, so to speak, can have had completely different skills which they take out of it. So what we developed is really a highly gamified and engaging skill assessment. This is based on ESCO. So this really is, so to speak, the interface of the data model you've seen a few slides earlier, where we interview people on the basis of very concrete skills. Somebody can swipe cards from sort of the logic. It reminds me a little bit of dating apps or other apps people are used to. You can also use it on a stationary PC. But what is important is that the capturing of skills is highly automated. It's personalized. So no one user will be asked the same set of questions, given there's 14,000 skills in the ESCO model and 3,000 occupations. That would make it virtually impossible. And it needs to be gamified, so to speak. And ultimately, as I mentioned earlier, the skill set is only as good as its relation to opportunity. So what we do on the basis of someone's skill set is we show them how they relate. And we've seen the example in the presentation before. We show them how they relate in terms of essential skills and optional skills to certain occupations. And the interesting bit here is also that we show them which, for example, locally educational measures are available to them. Last but not least, and that is something we have a very strong interest in also when it comes to people in the gig economy, is the support and help with application materials and really taking concrete actions. So we see and hear a lot from our users that they do something, but they don't think that this is worth even mentioning. They struggle to express, so to speak, past experience on the level of experiences at all, not even speaking of skills, so to speak, and just
omit these things. So they would apply and just mention one professional experience maybe 5 years ago, because it was the last thing they did. They did 100 things in the meantime, but struggled to put it on paper. And one thing we learned, one of the most powerful features really we developed for our users is a simple export function for, say, the best 50 occupations to match in a simple sleek CV, which refers to the top skills and the experiences that correlates to them, or an occupation match, say if somebody was interested in understanding what a certain occupation means, the person sees which skills they have touched relevant for this. And again, all within the ESCO framework, which skills, essential skills they touched, which optional skills they touched, and what the delta, so to speak, is needed to move on. So lots of slides, lots of talking. I think really to boil it down, we believe that the more granular certain tasks become, which can be described as a characteristic, if not the characteristic of the gig economy, the more important it is also to translate somebody's skills more granular. And that is obviously A, to draw from that experience, but B, also to be in a position to take jobs in the future. And as a carrier of information, so to speak, we really, really think that sort of the classical occupations level came to its limitations, and skills are the entity and the boxes, so to speak, to really open and look at. Pausing here, thanks for listening, and hope this was clear, and very happy to answer questions if there are any. Great, thank you very much, Christoph. Can you maybe unshare your screen so then I can join you on video? Let's see, over here, that's been, so here we are together now. Let's see, that's how easy works in digital worlds. Is there maybe somebody that has a question? It's in that scene, because I also ask people to, because we're now working with Zoom webinar. I will never use it again because Zoom meetings work much better, because then you can see really also the audience. So I already asked everybody to introduce themselves in the chat, so we know who is here and everybody knows from each other who is here. Thanks, Christoph. In the end, we will also do a big round with everybody that can reflect on what's presented. I will also share that with you. There will be also a report made by Klaartje in about 1.5 or 2 weeks, which will be also translated into English, so you can also then see what the rest has thought. So thank you very much for your contribution, I think it really helped to get a more broad interest in this. We also received some compliments from Roland van der Hof and Anna Doezer in the chats. So thank you very much. Vanaf hier gaan we door naar Philip. Je bent de CEO van Ectonomy. Een van de volgende twee presentaties van Philip en Joost gaan inderdaad meer in op hoe je inderdaad die skills eigenlijk automatisch kunt filteren, kunt trekken, kunt scrapen uit de opdrachtomschrijvingen. En zoals ik eerder zei, dit zijn allemaal platformen waar de klussen relatief kort zijn. Dus eigenlijk iedere menselijke interventie, even uit een puur praktisch economisch perspectief bekeken, kan niet meer uit. En daarom is het interessant om te kijken hoe je dat soort dingen ook meer kunt automatiseren. Philippe, zeggen de floor is yours. En ik zal mijzelf even weer wegtoveren. Je kunt je scherm delen als je wilt. Oké. Dankjewel. Spreken we trouwens in het Engels verder of in het Nederlands? Mag je in het Nederlands? Oké, goed. Zo, dankjewel om hier te mogen aan deelnemen. Ik zal het vandaag, hoe kan het ook anders, over skills management en de impact vanuit ons standpunt op matching hebben. Ik zal er geen sales pitch van maken, dus ik ga heel kort uitleggen hoe wij er naar kijken. Ik heb ter voorbereiding van deze workshop ook een paar korte testjes gedaan op klusplatformen om te zien wat we daarmee kunnen doen. En ik zal dat ook graag kort toelichten. Voor diegenen die Ectonomy niet kennen, wij zijn een softwarebedrijf gespecialiseerd in semantische zoek- en AI-matching technologie. Wij doen dat sinds 15 jaar, zijn een zelfstandig bedrijf, maar behoren wel tot een groep waar onder andere ook nog een soft skills assessment bedrijf toe behoort. Heel veel mensen zullen ons niet kennen. Dat komt omdat wij vooral werken via partners. Als je in Nederland, zullen heel veel mensen wel namen zoals Otis Bullhorn,
CareerX en HireSurf kennen. Mensen van UWV zullen ongetwijfeld WCC kennen. Dus dat zijn allemaal namen waar Actonomy mee samenwerkt of die Actonomy-technologie gaan gebruiken. Waar gaat het over? De kern van de activiteit van Actonomy is semantisch zoeken en matchen. Dus wij nemen profielen en gaan profielen op elkaar gaan afstemmen. Maar om dat te doen, zijn er allerlei zaken die bijkomend nodig zijn. Onder andere is het zo dat elk profiel dat wij binnenkrijgen, gaan wij gaan analyseren en daar skills uit herkennen. We gaan ook die profielen allemaal gaan groeperen en eigenlijk over verschillende profielen heen skillsets gaan definiëren. Dat is zowel voor vacatures als voor kandidaten. Door het feit dat wij vrij veel data analyseren, daaruit leren, slagen wij er ook in om suggesties te maken over hoe dat je profielen kan gaan verbeteren. Bij wijze van spreken, als iedereen in een vacature van software developer schrijft dat je iets moet kennen van databases en van software frameworks, en er komt een nieuwe vacature en dat staat daar niet in, dan kan je eigenlijk suggereren dat dat er ook beter zou instaan, want iedereen zet dat daarin. Los van die verbeteringen en van die analyses die we uitvoeren op profielen, gaan we ook allerlei suggesties doen van dit zou eigenlijk beter zijn, dit is niet goed. We gaan die ook allemaal gaan klassificeren. Ups, hoe kan ik nu verder? Ja. Zo. Ik heb gisteren even op een klusplatform geweest en dat tekstje vond ik daaronder dan op. Dat is niet echt een reguliere jobbeschrijving. Dit is echt een beschrijving van ik ben een klusser. In dit voorbeeld ging het over een onderhoudstechnieker die blijkbaar iets kent van schrijnwerkerij, van keukens plaatsen, badkamers plaatsen, ramen, deuren en die oog heeft voor kwaliteit en voor budget. Die kleurtjes spelen even geen rol, maar dat zijn allerlei verschillende types van criteria die wij daar uithalen. Dus dat is eigenlijk vrij beperkt wat je uit zo'n, dat is althans mijn vaststelling. Hoe meer dat je er analyseert, je krijgt eigenlijk altijd dit soort vrij beperkte gegevens daaruit. Nu, wat doen wij met die gegevens in de achtergrond? Wij noemen het profielen, jobs of kandidaten. Gaan die eigenlijk via tekstanalyse gaan lezen, gaan daar skills gaan uithalen en gaan vooral eigenlijk ook tussen de regels gaan lezen. Dus in het voorbeeld van daarnet, ik ken iets van schrijnwerkerij, keukens. Keukens kan natuurlijk alles zijn. De combinatie van schrijnwerkerij en keukens wijst er hoogstwaarschijnlijk wel op dat je niets af weet van elektriciteit, of althans dat je dat niet wil promoten. Het feit dat daar het woordje kwaliteit in voorstaat en budget, betekent hoogstwaarschijnlijk dat je quality-minded bent en dat je eigenlijk toeziet op de kosten. Dus allemaal dat soort redeneringen wordt in de achtergrond gemaakt en dat noemen wij eigenlijk verrijking van documenten. En wat je ook binnenkrijgt, ofwel is het een kandidaatprofiel, ofwel is het een resultaat van een klusbeschrijving of een evaluatie van een klus. We gaan dat lezen en daar komt eigenlijk een verrijkt profiel uit. Hoe het dan verder gaat bij matching speelt voor deze audience nu niet zoveel rol, dus ik ga dit stuk ook overslaan. Wat gebeurt er eigenlijk in de achtergrond? In de achtergrond gaan we eigenlijk, als daar staat onderhoudstechnieker, dan gaan wij dat concept gaan plaatsen in een career cluster. Dat betekent een onderhoudstechnieker zal relaties hebben met allerlei andere soorten van jobs. Zal ook allerlei synoniemen hebben. Dat gaan we toevoegen. We gaan ook kijken binnen die career cluster, wat zijn typische skills en wat zijn wat men noemt skills inferences. Dus dat betekent, als je een skill A kent, dan ken je ook skill B. Ook al staat het er niet expliciet in. Dus dat kan je eigenlijk te weten komen door heel grote hoeveelheden data te analyseren, daar skills uit te halen en te zien op basis van artificiële intelligentie welke skills liggen dicht bij elkaar, welke skills horen bij elkaar en als je het een kent, ken je ook het ander. Er is ook een relatie tussen skills en jobtitels of experience omschrijvingen. Of we het nu willen of niet, ideaal zou natuurlijk zijn dat we alles op basis van skills gaan doen. Alleen is de realiteit vandaag de dag nog niet zo. In de werkstelling en in de recrutering wordt er nog altijd heel veel gewerkt met experiences. Meer en meer ontstaat er weliswaar een combinatie van experiences en skills, maar feit is dat beide nog altijd aanwezig zijn.
Dus als wij informatie gaan verrijken, neem het voorbeeld van dat kleine klusbeschrijvingetje, dan gaan we dat zowel gaan verrijken met experiences, onder de vorm van jobtitels bijvoorbeeld, maar gaan we dat ook gaan verrijken onder de vorm van skills. Daarnaast koppelen we daar nog allerlei andere parameters aan, maar dat is voor nu ook even niet van groot belang. Dus hoe gaan we dat nu eigenlijk gaan doen? Wij zijn eigenlijk op continu bezig met bij al onze klanten te loggen waar ze naar zoeken. Dus je krijgt eigenlijk allerlei lijstjes van criteria die men in een bepaalde context zoekt. Dat zijn er ongeveer 250 miljoen per jaar die we loggen, die we mogen loggen van klanten, anders doen we dat niet. En continu gaan we ook heel veel jobs en allerlei andere profielen gaan scrapen. Dat zijn er ook miljoenen. Die informatie gaat allemaal in een AI-engine. En het is daar eigenlijk dat we gaan leren wat de relaties zijn tussen bijvoorbeeld een jobtitel en welke skills dat daarbij horen. De naam VDAB is hier al gevallen in het begin. We hebben in opdracht van de Vlaamse overheid ooit eens alle vacatures in België, alle VDAB-vacatures, dus in Vlaanderen, geanalyseerd. Alle relaties tussen skills en jobtitels daaruit gehaald, die allemaal geclusterd. En van de 5 of 6 miljoen vacatures die er waren, dat gereduceerd tot iets van 40.000 profielen en dat dan nog verder gereduceerd. En daar kwam dus eigenlijk als resultaat kwam daaruit, een software developer moet ABC kennen als skills die heel veel voorkomen en DEF als skills die veel minder voorkomen. Dus je kon daar eigenlijk een onderscheid maken tussen veel gevraagde, lees zeg maar quasi vereiste skills en skills die eigenlijk gewenst zouden zijn. Dat proces is een volledig AI-proces. Iedereen in de AI-wereld zegt, bij ons werkt dat 100%. Actonomy is waarschijnlijk een uitzondering, want bij ons werkt dat geen 100%, maar dat werkt wel 95% nauwkeurig. Dus dat betekent eigenlijk dat wij op een continue basis eigenlijk nieuwe skills kunnen detecteren en relaties kunnen maken in profielen. Het gevolg van dat alles is dit soort plaatjes dat je op verschillende grafische manieren kan voorstellen. Dit is een plaatje bijvoorbeeld van een schrijnwerker. Dit is het concept schrijnwerker. Die heeft dan allerlei relaties via skills. De blauwe bolletjes zijn skills die overeenkomen met een schrijnwerker. Die dan allerlei relaties kan hebben met andere jobs. Met andere woorden, je kan eigenlijk van een bepaalde job via skillsets navigeren naar andere jobs. En het is die informatie die onder andere kan gebruikt worden achter dat kleine klustekstje om dat te gaan verrijken. Dus ook al schrijft de klusser daar zelf weinig informatie in, dan kunnen we via dit mechanisme eigenlijk ervoor zorgen dat er heel wat informatie bij komt. Al die informatie die wij verzamelen, en het woord is hier ook al gevallen, taxonomie of ontologie, slaan wij op in een ontologie. De ontologie heeft, net zoals in het begin bij UWV gezegd, heeft een aantal niveaus bij ons. Wij hebben er een paar meer dan wat traditioneel in ISCO gebruikt wordt. Maar in essentie werken wij ook vanuit een hoofdniveau met allerlei subniveaus daaronder. En binnen die ontologie, je hebt niet een ontologie voor functies en één voor skills, dat heb je wel. Maar die zijn eigenlijk allemaal aan elkaar gelinkt. En dat in een meertalige context. De ontologie heeft een bepaalde structuur. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar die kan eigenlijk gemapt worden op om het even welke andere third-party structuur. Concreet betekent dat dat wij die gemapt hebben op bijvoorbeeld ESCO of ISCO. Gemapt in één richting. Als het gaat over de functieontologie. Dus het is zo, alles wordt, als je dat voorstelt als een taxonomie, krijg je eigenlijk een soort top-down benadering, vrij analoog aan ISCO. Vandaar dat we ook compatibel zijn met ISCO. Dus dat betekent die vier groepen die in het begin vermeld werden bij ISCO, die kan je bij ons ook terugvinden, maar die kunnen ook andere benamingen hebben. En vanuit die benamingen kan je dat ook gaan mappen op andere taxonomieën die er zijn. Want competent of ESCO of ISCO,
Dat zijn er maar een paar. In Duitsland heeft men een andere. In de States heeft men onder andere een ONET. Dus je kan die eigenlijk op elkaar gaan mappen via combinaties te maken, onder andere via hoofdgroepen. En zo gaat dat dan naar beneden. Van hoofdgroepen zak je af naar functies, analoog aan wat in het begin verteld werd. En op functieniveau hebben we dan ook een mapping met ESCO. Dus bij ESCO zijn er ongeveer 4000 functies. Wij hebben er ongeveer 70.000, dus we mappen niet alles. We mappen wel de ESCO-functies. En die kunnen dan eigenlijk via wat wij noemen expansie van titels doorverwijzen naar andere. En hetzelfde gaat voor skills. Via een bepaalde functie krijg je eigenlijk ook automatisch al de ESCO-skills mee. Het verschil tussen de skills die wij hebben en de ESCO-skills, de ESCO-skills die, en bij Competent is dat ook zo, dat zijn vaak kleine zinnetjes. Het opvolgen van klanten bijvoorbeeld. In real life, in teksten, ga je dat zelden tegenkomen. Tenzij dat men dat er expliciet aan koppelt. Maar in real life gaat niemand schrijven van ik heb ervaring met het opvolgen van klanten. Je gaat eigenlijk andere beschrijvingen krijgen die maken dat je hetzelfde bedoelt, maar op een andere manier. En het is eigenlijk de taalanalyse die die zinnetjes zoals in real life gebruikt worden, gaat gaan herkennen, dat omvormen naar iets wat Actonomy kent en vandaar iets omvormen naar wat in ESCO bestaat. Samengevat, dus die kennis slaan wij op in die ontologie. We maken die compatibel met bestaande. En we hebben eigenlijk een proces om op een continue basis die ontologie te gaan verrijken. Dus concreet, een zoekactie of een matchactie bij klanten wordt gelogd, wordt geanalyseerd, gaat een machine learning proces in, wordt gekeken welke informatie erbij komend nodig is in de kennisbank en die wordt dan toegevoegd aan de kennisbank. Dat is eigenlijk heel kort wat Actonomy doet op het vlak van skills en hoe wij daarmee omgaan. Dus samengevat, als wij matchen, dat blijft voor Actonomy de hoofdactiviteit, gaan we eigenlijk profielen analyseren, gaan die met impliciete skills en vaak ook tot nu toe nog altijd impliciete experience gaan verrijken, zodanig dat er beter kan gematcht worden. Die impliciete informatie, met name die skills-informatie, wordt gehaald via AI en ML uit grote hoeveelheden data die we analyseren. En die data maken we dan compatibel met bestaande klassificaties zoals ESCO, ISCO of andere. Dat is eigenlijk een korte samenvatting van wat Actonomy is. En dat was mijn bijdrage tot deze workshop, tot nu toe toch. En dankjewel, Filip. Als je je scherm kunt kijken, heel fijn. Ik kan het ontdelen en kan ik mezelf weer erbij zetten. Dan zitten we gewoon in de virtuele wereld weer naast elkaar. Even kijken hoor. Alleen mijn video is even weg. Kijk wat is hier aan de hand. Zie je mij, Filip, of niet? Ik zie de andere spreker, maar jij zit in een zwarte vakje op dit moment. Ja, dat dacht ik al. Nou, dan pakken we gewoon even de andere camera. Nou, dan gaan we naar deze over. Nu zien we het terug, ja. Nou, dan zien jullie iets meer van mijn kantoor en iets meer rommel af en toe. Dank voor je bijdrage. Heel interessant. Wat ik hier vooral meeneem is ook dat je uiteindelijk met dit soort technieken ook verder kunt kijken dan alleen maar wat er wordt gezet in een opdrachtomschrijving. Wat je ook terecht aangaf, ook heel veel dingen gewoon niet worden gezegd. Je had het over het VDAB-onderzoek. Is daar meer over te vinden en kun je daar eventueel later een linkje over delen? Ja, dat was, dat was in samenwerking met de Universiteit in Antwerpen. En dat onderzoek, althans het onderzoek van UA, is gepubliceerd in een rapport. Je kan dat ook online ergens vinden. Okay. Ik kan het linkje wel doorsturen. Ja, heel graag. De eigenlijke data-analyse en het resultaat en al de rapporten, dat was veel te veel data. Die kan je niet vinden op dat linkje. En dat was eigenlijk beschikbaar als tableau-rapporten. Je kon daar eigenlijk allerlei analyses doen. Wat is de evolutie van de skills over de laatste 10 jaar? Welke zijn de sterkste
wat is de sterkste stijger qua vraag naar skills? Allemaal dat soort dingen kon je daar uithalen. Wij kunnen daar wel meer over vertellen, maar online kan je daarover niet heel veel vinden. Maar ik kan wel een linkje naar dat rapport sturen. Ja, heel graag. Dat zou ik dan ook delen ook in het verslag van vandaag. Ja. Er komen ook wat vragen binnen via de chat. Ik denk dat jij die ook zo kunt zien. De vraag van Ronald van der Hof en van Bas van der Hatert. Ik zal even hardop oplezen. De vraag van Ronald is: je merkt dat de sprekers tot nu toe erg focussen op de cv, vertaald naar een skill wallet en dan matchen. Hoe ziet dat eruit aan de bedrijvenkant? Zeker wanneer het niet gaat om een vaste baan voor het leven, maar meer als tijdelijk dienstverband. Hoe klassifieer je dan de functies of de skills die voor de functie nodig zijn? En daarop aanvullend van Bas van der Hatert. Iedereen praat nog steeds over skills. Iets kunnen, een 0 of een 1. Terwijl ik kan fietsen, beter dan velen, maar de Tour niet kan rijden. Dus hoe zorg je ervoor dat in ieder geval ook in de gelaagdheid van de skills, hoe goed je iets kunt? Want dat voorbeeld van Bas is natuurlijk heel duidelijk. Want ik kan ook fietsen, maar de Tour lijkt me geen goed idee. En hoe ziet het ook uit aan die werkgeverskant? Ik weet niet of jij daarop kunt reflecteren. Ja, dat is op zichzelf een super interessante opmerking en een super interessant gegeven. En je merkt dat bijvoorbeeld bij talen ook. Je schrijft in een vacature, wij hebben iemand nodig die Frans en Nederlands kan. Maar dat zegt natuurlijk niets. En bij talen is dat vrij courant. Daar wordt dan iets bij vermeld, je moet zeer goed talen kunnen. Maar wat is dat dan? Zelfs daar is het al een probleem. Dus ik denk dat er zijn twee antwoorden daarop. Skills, het gebruik van skills, dat is natuurlijk maar zo waardevol als dat je skills goed kan assessen en goed kan definiëren. En ofwel gebruik je gewoon die begrippen zonder assessment en dan vermindert het in waarde en dan ben je aangewezen op de betrouwbaarheid van degene die aangeeft van ik kan goed omgaan met klanten. Dat is dan zijn of haar perceptie. Als je daar geen echt assessment aan toevoegt, dan weet je ook niet hoe goed of hoe slecht dat is. Dat is één. Dan is er een tweede aspect. Refereer naar het voorbeeld van Bas. Die kan inderdaad wel fietsen, maar die kan geen tour rijden. Dat komt omdat het begrip fietsen in een hands andere context wordt gebruikt. Dus de context is ook van supergroot belang. Ook al kan je het niet assessen, door de context waarin dat je de skill gebruikt, krijg je vaak een heel andere betekenis. De context kan je in een ruime context, naar onze mening, nog wel gaan modelleren. Het assessen van hoe goed of hoe slecht, dat is veel moeilijker. In een van mijn slides stond daar iets bij, en dat heb ik overgeslagen, proficiency level. Je kan in principe uit een profiel halen hoeveel ervaring iemand heeft met een bepaalde skill. En in de mate dat als iemand 4 jaar in sales gewerkt heeft, dat hij of zij dan goed is in sales, als je aanneemt dat 4 jaar al redelijk goed is, en dat die ook goed geperformed heeft, dan kan je eigenlijk al zeggen van, oké, die persoon heeft een redelijke ervaring. Maar dan nog weet je dat eigenlijk niet met zekerheid. Eigenlijk zou je dat moeten assessen. Ja, dankjewel. En zou het ook voor pleiten dat skills bij klusjes, dagklussen, daarin lastiger is, want daarin ook juist die context moeilijker te specificeren is van de opgedane skills? Ja, dat denk ik wel. Toen ik gisteren aan het kijken was, toevallig of niet, weet ik niet, maar toevallig waren het mensen die iets kenden van schrijnwerkerij en meubels. En daar was er iemand bij die vermeldde dat hij ervaring had met meubels. En tussen haakjes stond daar dan bij IKEA-kasten in elkaar zetten. Nu, er is natuurlijk een redelijk groot verschil tussen IKEA-kasten in elkaar zetten en een ruime context meubels. Dus ik denk effectief dat daar nog een stuk moeilijker is. Ja, oké, helder. Ik heb nog een laatste vraag ook uit Klaartje van Ulden. Technologie en een match voor mensen die zoeken naar een volgende klus of baan. Hoe micro-credentials vanuit AI? Ik hoop dat jij de vraag begrijpt. En anders vragen we het Kaartje zelf om even daarop te reageren. Filip, heb jij nog wat extra input voor nodig? Wel, wat is micro-credentials in AI? Ja, ik vermoed dat gaat over de nuances. En dat het gaat over het feit dat
AI nogal de neiging heeft om wat wij in Vlaanderen noemen van alles eenheidsworst te maken. of heb ik het fout voor? Anders dan, ik heb Klaartje even aangegeven dat je kunt praten. Het ziet er wel heel erg dictatoriaal uit. Maar Klaartje, als het goed is, kun jij nu je microfoon muten. Misschien dat je even context kunt geven aan de vraag die je hebt gesteld. Nee, dat wordt het niet. Oké, dan doen we eventjes, even weer uit. Ronald, in ieder geval, jouw vraag daar is daar dan ook zeker relevant. Misschien dat straks ook Joost daar nog eventjes iets over kan zeggen. Want ook even de tijd. Gaan we in ieder geval door naar de volgende spreker. Fiete, dankjewel voor je bijdrage. Graag gedaan. Kijk, ik zal eventjes de pin removen. En dan gaan we nu verder met Joost, een add pin. Even kijken. Ik neem de vraag van Ronald ook straks ook mee, in ieder geval in jouw vragenronde, Joost. Joost, jij, ik kwam in ieder geval terecht bij jou na een artikel wat ik zag ergens online voorbij komen over een samenwerking met verschillende partijen die aan het gaan kijken via, hoe kunnen we in ieder geval die via Word embedding die skills omtrekken. Nou, volgens mij hebben we een heel erg leuk, goed voorgesprek gehad. En ja, volgens mij zijn er echt een hele gave dingen bezig. Sowieso zie ik hele leuke dingen van het TNO voorbij komen wanneer het gaat over arbeid en de plus-economie. Dus Joost, the floor is yours. Ik zal mezelf eventjes weer verwijderen. En vervolgens kun je ook gewoon zelf je scherm delen met de presentatie. Ja, goedemorgen. Dank voor deze gelegenheid om mijn verhaaltje te kunnen houden. Ik zal even mijn presentatie met jullie delen. Ik hoop dat dat goed lukt. Zien jullie wat? Ja, we zien jou in PowerPoint. Even kijken hoor, dan moet ik hem nog even groot maken. Oké. Ja, klusseneconomie. Wij doen wel heel veel dingen die in eerdere gesprekken ook aan de orde zijn gekomen. En Ectonomy heeft een heel indrukwekkend verhaal rond AI. Daar zijn we lang nog niet zo ver in als zij zijn. Dus laat ik eerst even gepaste bescheidenheid betrachten hier. Ik ga wel dingen vertellen wat overeenkomt met wat anderen ook doen. Maar ik probeer toch een eigen invulling voor te geven. Met name rondom die klusseneconomie. Want klussen zijn natuurlijk wat anders dan banen. Banen zou je eigenlijk kunnen zien als een verzameling taken die mensen kunnen uitoefenen. En een klus is eigenlijk één of hoogstens twee taken die heel specifiek zijn. En bij klussen is het natuurlijk heel interessant om te kijken welke skills nodig zijn, omdat het zo concreet eenvoudige activiteiten zijn. En wat je dus tegenwoordig steeds meer ziet, dat die loopbanen adequate informatie vereisen over scholing en werk. Hè. Je komt eigenlijk niet verder op die arbeidsmarkt als je voortdurend je ook bijschoolt. We weten ook dat die diploma's en die werkervaring al heel snel verouderde informatie opleveren. Dat geldt eigenlijk vooral ook voor mbo'ers die over het algemeen minder aan scholing doen en waar ook vaker kwalificatieveroudering optreedt en eigenlijk hun kennis en hun kunnen veel meer wordt weergegeven via de ervaringen en via het werk wat ze doen. He, dus dat hele idee van informeel leren speelt bij hun ook veel grotere rol. En op die manier maken die skills op een grotere detailniveau zichtbaar wat mensen dus kunnen in die klussen. Vandaar die skillsbenadering dat die ook van belang is. Jeroen en Frank die hebben het natuurlijk eerder al benadrukt, maar ik zou het nog even extra willen benadrukken voor het geval van klussen. En dan die skills, die zijn dan vooral ook weer nodig om die ontwikkelingen op die arbeidsmarkt te kunnen bijbenen. Dus ook klussen zullen veranderen en de skills, de vraag en aanbod van die skills, die zijn veel gedetailleerder, geeft veel meer gedetailleerde informatie dan de informatie waar we kort, ja, tot op heden eigenlijk mee werken. En dan krijg je eigenlijk een soort probleemstelling, hè? Dus dat in eerste instantie die skills mismatches die ontstaan. Van hoe krijg je mensen eigenlijk zo goed mogelijk hun skills, hun vaardigheden gematcht aan het werk wat ze doen. We weten uit TNO-onderzoek, maar ook, dat komt uit het LIS-panel naar voren, dat ongeveer de 1/3 van de bevolking hun skills niet goed benut in het werk. Ze benutten ze te weinig of ze hebben eigenlijk skills onvoldoende ontwikkeld. En je ziet ook dat als skills niet goed matchen aan het werk, dat leidt tot een verlaging van de arbeidsproductiviteit. En dat is op de laatste 20 jaar aan de gang.
Je ziet in de westerse wereld minder arbeidsproductiviteitsstijging. En dat is gek. We hebben nog een paar jaar van hele grote economische groei gehad. En ook daarom zie je daar een matige arbeidsproductiviteitsstijging. En dat heeft onder andere te maken met die skills mismatches. Dus er is ook een hele grote economische reden om daar wat aan te doen. Vanuit ons idee, dus samen met UWV en CBS en het Centraal Planbureau, hebben we gedacht van daar moeten we gaan samenwerken. Je moet eigenlijk tot een effectief systeem komen voor die upskilling en reskilling, het inzichtbaar maken van skills. Dat is voor belang voor allerlei sectoren, voor de energietransitie die waar grote verandering plaatsvindt, maar ook voor de digitalisering, waar allerlei banen door verdwijnen, ook weer nieuwe banen voor ontstaan. En dat moet uiteindelijk leiden tot het beter inzetten van menselijk kapitaal. En eigenlijk ook minder kijken naar die diploma's en veel meer naar die skills. En dat vereist eigenlijk allemaal activiteiten die daarvoor nodig zijn. En wij hebben de drie onderscheiden. Dat is eigenlijk dat we moeten komen tot een dynamische, biasvrije Nederlandse skillsontologie. Die hebben we eigenlijk in Nederland nog niet echt. We moeten komen tot, want je hebt dan wel die skillsontologie, maar daar moet je ook wat mee doen. Hè? De mensen moeten met die informatie ook aan de gang kunnen gaan. Dus je moet eigenlijk ook instrumentarium hebben. Wat Skillslab bijvoorbeeld heel mooi heeft gedaan met ESCO. Zou je eigenlijk ook meer moeten gaan maken op dat punt. Hè? Dus om die matching te verbeteren. En dat moet dan ook eigenlijk geïmplementeerd worden en opgeschaald worden. Het moet op brede schaal ook gebruikt gaan worden. En waarom is nou, zijn die vacatures... waarom die skillsbenadering eigenlijk verschillende aanpakken vergen. Je hebt eigenlijk drie soorten bronnen. Je hebt vacatures, vragen op de arbeidsmarkt. En we weten daarvan dat die heel erg up-to-date zijn. Hè? Werkgevers die vragen gewoon, die hebben behoefte aan personeel en die geven dat aan via een vacature. Maar we weten ook dat die niet zo gestandaardiseerd zijn, dat die chaotisch zijn, dat daar verschillende teksten voor zijn. We hebben ook beschikking over skills taxonomieën. Competent is een skills taxonomie. Die zijn heel gestructureerd, geven heel goed verbanden aan tussen de skills die nodig zijn voor verschillende beroepen. ESCO heeft dat ook. Maar ze zijn vaak wel wat verouderd. Ze zijn niet altijd even up-to-date. Ze worden in de zoveel jaren bijgewerkt. En terwijl die klusseconomie zo ontzettend veranderlijk is, is dat best wel een probleem. Dan wil je uiteindelijk daar inderdaad een dynamische skillsontologie. Die zo wel gestructureerd is, dus die voordelen hebben van die skills taxonomieën, maar tegelijkertijd ook verrijkt kunnen worden met die nieuwe informatie uit van die werkgevers, van die vacatures, waardoor die up-to-date zijn. En daar zijn we eigenlijk een beetje mee aan de slag gegaan. En we zijn eigenlijk begonnen met competent België dat te verrijken, of tenminste te verbinden aan de Nederlandse arbeidsmarkt, dus die beroepenlijst van UWV eraan te koppelen. Maar wat we eigenlijk tegelijkertijd ook willen, alle Europese lidstaten moeten hun systemen ook op ESCO gebaseerd hebben. Dus er is ook gekeken naar ESCO. En we willen ook weer aan ESCO de CREBO-structuren. Wat net een vraag was over de SBB, dat zijn de kwalificatiestructuren van het MBO. Die willen we eigenlijk ook in CompetentNL krijgen. Dat kan via ESCO, want die hebben ook een kwalificatiestructuur. En uiteindelijk willen we ook het Amerikaanse systeem eraan koppelen om juist die ONET heel veel inzicht te geven over vooral transversale skills. Er werd net ook gesproken over niveau van skills. Eigenlijk is ONET ook een van de weinige taxonomieën die de niveaus nog van vaardigheden aangeven in vragenlijsten. Daar is ook wel wat kritiek op. Maar zij doen het wel als enige echt. Dat geeft bij elkaar dus heel veel rijkdom aan informatie. Dat willen we gesystematiseerd bij inbrengen in CompetentNL, waar binnenkort een eerste versie op basis van het Vlaamse Competent beschikbaar komt, maar waar die informatie van die andere taxonomieën uiteindelijk ook bij gaan komen en op een ordelijke manier bij elkaar moeten komen. Maar dan zijn we er nog niet, hè? Dan is het dynamische er nog niet. Daarvoor willen we eigenlijk een soort skills-extractie aanpak maken. Dat is al door CBS een soort Bidoo-algoritme voor gemaakt. Dat is een model wat traint op basis van al die Nederlandse en Vlaamse vacatures die beschikbaar zijn. Het kan woorden vertalen naar een reeks van getallen. En met die woorden die vaak in dezelfde context voorkomen, krijg je vergelijkbare getallenreeksen. En deze technologie maakt het dan ook mogelijk om synoniemen van termen in vacatures te relateren aan skills.
Op deze manier kan je dus vacatures, informatie aan vacatures van de klusseconomie dus ook eventueel nog laten toevoegen aan het systeem. We zijn nu nog met name vacatures van banen bezig, maar je zou die klusseconomie daar ook mee even kunnen verrijken. Dit is een voorbeeld. Er zit er een beetje uit, ook wat net door Philip ook werd aangegeven. Ook hier is weer AI natuurlijk aan de orde. Het gaat er eigenlijk om de hele tijd weer te vergelijken van, het vertalen zeg maar, van beschrijvingen naar, of het kenbaar maken van die beschrijvingen naar skills. Dus welke beschrijvingen, welke skills zitten daarin? En kan je die herkenbaar maken in de skillsontologie? En op een manier krijg je dus eigenlijk een verandering verdurend van het systeem, van die ontologie. Daar zijn we in de eerste versie hebben we daar nu van klaar, maar daar moet nog heel veel aan gebeuren. Het is nog zeker niet robuust genoeg. Het is zeker 95% had Philip het over. Nou, dat hebben wij zeker niet in de kwaliteit van de matches. Er moet nog wel flink aan gesleuteld worden. En we moeten ook even kijken of er nog ook gewoon kennis elders verrijkt kan worden met dit systeem, want we moeten niet alles zelf gaan zitten uitvinden. Waar TNO met name mee bezighoudt, is het probleem van de vooroordelen op de arbeidsmarkt. Want bij die skills matching zie je dus ook, zeker in vacatures heb je het, maar je hebt ook het op allerlei andere plekken bij arbeidsmarktinformatie dat er vooroordelen zijn. Vooroordelen zijn in gender, maar vooroordelen ook naar ras, naar achtergronden, geloof, noem maar op. Inspectie SZW is ook in het traject nu aangesloten en die hebben er 8 basissen van discriminatie op de arbeidsmarkt. En wij willen eigenlijk die gaan detecteren en gaan mitigeren door middel van NLP-technieken. We hebben nu een bias detectiesysteem gemaakt die gender uit vacatures kan halen. We hebben ook de taxonomieën daaronder gelegd. En daar blijkt ook dat er heel veel bias in de taxonomiebeschrijvingen zitten. Dus dat is ook wel weer een ding wat interessant is. En we willen dat nu ook gaan uitbreiden voor de andere categorieën waarmee gediscrimineerd wordt. Dit is een beetje de resultaten wat we over een drie jaar traject willen gaan opleveren. Dus enerzijds wil je die bestaande klassificaties, taxonomieën aan elkaar gaan mappen. Je wilt het verrijken met die bronnen van nieuwe kennis, dus die vacatures en die surveys. Dat leidt tot een dynamische Nederlandse skillsontologie, Competent.nl. En daar komen instrumenten en applicaties kunnen daarmee gemaakt worden. Wij vanuit TNO zouden ons met name ook op die bias detectie en mitigatietechnologie gaan toeleggen. Er is ook een partij, Center Data in Tilburg, die transitiepaden, dus haalbare of kansrijke overstapmogelijkheden tussen sectoren inzichtelijk gaat maken op basis van de ontologie. De skillsmatchingstechnologie gaan we verbeteren en uitbreiden. Dat zal met name ook bij UWV een belangrijke rol gaan spelen. En er zijn bepaalde plekken plannen om tot een skillspaspoort in Nederland te komen. Bouwend Nederland en Techniek Nederland zijn ermee bezig. Maar er zijn ook een aantal regio's, bijvoorbeeld de regio Eindhoven en de regio Amsterdam zijn ermee bezig. En voor zo'n skillspaspoort zou dan zo'n skillswallet idee van belang kunnen zijn. Namelijk dat een werknemer of werkende of klusser een eigen kluisje heeft. Een soort blockchain-achtige technologie is dat dan. Waar ze dan hun gegevens kunnen bewaren over hun skills en hun diplomas, hun kwalificaties en hun werkervaring. En dat gericht kunnen delen met betrokkenen werkgevers of andere personen die eventueel relevant zijn daarvoor. En dat is dan best wel nieuw. Daar is een nieuw traject voor opgezet. We hebben daar ook samenwerking met Rabobank en met Randstad mee. Die hebben een Creëer Wallet gemaakt en we willen dat eigenlijk skills-based gaan maken. Dat is eigenlijk een beetje wat hier aan de orde is. Dat is even kort gezegd wat we van plan zijn de komende jaren. Dit zijn een beetje de partijen die bij betrokken zijn. Dus SBB zit er ook bij vanwege die beroepskwalificaties, die CREBO-kwalificaties als ze dat heet. Inspectie SZW vanuit de discriminatiehoek. UWV vanuit de arbeidsmarkt en vooral ook de matchingskant. Centraal Planbureau, daar willen we vanuit met TNO trendanalyses maken. Dus welke skills zijn nou eigenlijk in de up? Welke worden steeds belangrijker, welke worden steeds minder belangrijk? Centraal Planbureau is met name actief met die data-extractie en die skills-extracties. Dus dat Bidoo-algoritme. En wij ondersteunen eigenlijk het hele traject. Kan ook een hoop. Nou, daar zijn we weer. Hey, dankjewel voor je bijdrage.
zijn er wat vragen? Ik heb eerst eigenlijk alleen een vraag, want nee, je hebt het ook over de samenwerking met Rabobank en Randstad met de Career Wallet. Dat is een blockchain wallet waarbij uiteindelijk de werkende zijn eigen data, eigenlijk geverifieerde data, op zijn telefoon heeft staan. Daar staat ook een experiment met onder andere ook wat opleiders, maar ook bijvoorbeeld het duo in Groningen. Uiteindelijk, hoe kijk je tegenaan over want uiteindelijk kun je natuurlijk een pilot starten. Je kunt heel veel dingen gaan onderzoeken, echt indrukwekkend waar je mee bezig zijn. Alleen de vraag die ik vaak heb is van waar ga je uiteindelijk borgen? Dus wie wordt uiteindelijk, en natuurlijk ook in een blockchain, dus nog, hè, dan ligt natuurlijk in ieder geval de data bij de werker. Ik denk dat ook daar uiteindelijk echt heen moet gaan. Maar het is nu een grote samenwerking. Alleen waar wordt het uiteindelijk geborgd? Ook voor de continuïteit. Op het moment als het echt een stukje vaste infrastructuur is binnen de Nederlandse arbeidsmarkt. Ja, bij verschillende partijen. Dat hangt ook een beetje af van de functionaliteit. Het ligt een beetje voor de hand dat UWV de Competent.nl gaat hosten en gaat borgen. Hè. Dus daar moet het gewoon terechtkomen. Dat moet hun ook gaan helpen bij de arbeidsbemiddeling. Wij zullen dan ondersteuning leveren, maar het is echt een instrumentarium wat bij UWV ondergebracht wordt. Maar wat UWV ook weer de beschikking gaat stellen voor andere partijen als er partijen zijn die interventies aanpakken willen gaan maken. Dus het is niet zo dat ze erop gaan zitten. Het is wel deelbaar. Alleen er is inderdaad, UWV heeft de verantwoordelijkheid om het onderhoud te verzorgen dan. Bij zo'n skills wallet is het iets ingewikkelder. Want Nederland is complex als het om kwalificaties gaat. We hebben natuurlijk de EWC. Dat is ook al een best wel een taaie aangelegenheid. Dus daar moeten we echt naar gaan kijken. Er zijn een aantal initiatieven, zoals bijvoorbeeld Passport for Work in Eindhoven, wat vanuit dan de Brainport Assembly, de gemeente en dan de Brainport gebeurt. Daar zou het een plek kunnen krijgen, dus een aantal regio's. Er zijn ook bepaalde branches, sectoren die geïnteresseerd zijn, zoals Bouw Nederland, Techniek Nederland, die actief zijn rondom een vakpaspoort. En bij dat vakpaspoort zou dan zo'n skills wallet het onderdeel kunnen zijn. Dat we willen aansluiten bij de initiatief van Rabobank is met name omdat zij natuurlijk al het een en ander ontwikkeld hebben. En gewoon zonde is als je het helemaal opnieuw moet gaan zitten ontwikkelen. Want dat kost extra veel moeite en tijd. Dus je wil gewoon ook in zo'n innovatie snelle sprongen maken. En dan moet je wel proberen aan te sluiten op datgene wat er gewoon is. En zij vinden het ook voor hunzelf van belang voor de doorontwikkeling. Dus het is ook een soort win-win wat je creëert. Ja, nee, begrijpelijk. En Anne van Rabobank is ook aangehaakt. Anne, als je daar straks nog iets over wil zeggen, dan voel gerust je vrij om je hand op te steken. Ja, dan heb je nog een vraag van Rand van den Hof. Hoe kwalificeer je de functies of de skills die voor een functie nodig zijn? Want hoe weet je als je bijvoorbeeld als opdrachtgever en of het werkgever is of als opdrachtgever voor kort of lang plus even daar in midden daar gelaten. Hoe trek je eigenlijk in ieder geval die skills wanneer je met skills wilt gaan matchen? Want enerzijds hebben we het nu heel erg over hoe je net die skills eigenlijk trekt uit de ervaringen van de werkende. Maar hoe zit het eigenlijk aan die andere kant van die werkgever of de opdrachtgever? Hoe kan die in ieder geval die bepaalde skills aan de vraag naar een bepaalde klus hangen? Ja, dat is een goede vraag. Dat is er eigenlijk nog heel erg weinig. Wat we vanuit TNO hebben gemaakt, dat is eigenlijk voor het eerst aanzetten voor een soort matching instrument. Waarbij werkgevers kunnen aangeven welke skills ze. Dat kunnen ze dan krijgen ze dan gewoon aangeleverd, een soort via een default van via een taxonomie. Waarbij ze zelf kunnen aangeven welke skills belangrijk zijn voor de baan die zij waar ze mensen verzoeken. Dat hebben we ook geautomatiseerd. Dus dan krijgen ze eigenlijk de hele skillsbeschrijving van het beroep krijgen ze voorgeschoten. En dan kunnen ze zelf aangeven wat dan daarvan belangrijk is en hoe belangrijk het is. Kunnen ook prioriteren. Maar dat is inderdaad wel een issue. En dat maakt het ook noodzakelijk om met die extracties te werken. Omdat werkgevers gewoon vaak niet skills-based denken. En je wilt toch uiteindelijk je wilt uiteindelijk wel die informatie van hun hebben, omdat zij de vraagkant van die arbeidsmarkt betreffen, dus daarmee van belang zijn, zeg maar, voor het geheel. Ja. Dus dat is wel inderdaad een belangrijk issue.
Wat nog niet goed bekend is, en dat is voor klussen wel belangrijk, dat geld komt ook in die taxonomieën niet heel erg scherp naar voren. Kijk, die taxonomieën zijn allemaal geordend op beroep, hè? Dus competent geeft aan welke skills nodig zijn voor een beroep. En dat zijn ESCO en competent zijn dan heel gedetailleerd, dan zijn dat inderdaad hele beschrijvingen. Bij ONET is dat dan meer via die kleine skillset waar je dan gewogen wordt. Dus dan wordt eigenlijk voor zo'n skill aangegeven hoe belangrijk het is voor die baan. Maar wat geen enkele van die taxonomieën heel goed in zijn, is om de relevantie van skills voor de taken goed te kunnen duiden. Dus het is wel naar beroep, maar nog niet naar taken. En dat wil je eigenlijk voor die klusseneconomie hebben. Want bij klussen zijn het eigenlijk veel meer taakgerichte zaken die aan de orde zijn. En dat is nog wel iets nieuws. Dus dat is ook een soort uitdaging. Van hoe zou je eigenlijk klussen aan taken kunnen verbinden? Want dan, dan heb je voor die klusseneconomie denk ik wel een hele goede basis. Ja. Dat moeten we echt ontwikkelen nog. Eens. En ik denk zelfs breder. Want uiteindelijk, ik lees tegenwoordig ook heel veel over interne mobiliteit. Maar het ook, dat je ook via interne platformen bepaalde, in ieder geval meer echt gewoon klusgestuurd opdrachten binnen je eigen organisatie kunt uitvragen. En ik begrijp dat de eerste stap is naar banen. Want dat is natuurlijk in ieder geval makkelijker dan naar specifieke taken. Maar ik kan me voorstellen dat ze juist die voortstap naar je taken, niet alleen voor klusplatform, maar überhaupt voor de arbeidsmarkt en de wendbaarheid, gewoon enorm belangrijk gaat worden. En daarin ook wel heel erg complex. Maar en dat is heel belangrijk. Sowieso zou ik net even per mail met Ronald even linken. Want zij zijn inderdaad ook bezig met een soort van nieuw matching algoritme rondom skills binnen hun platform. Dus dat denk ik wel interessant om een keer kennis te maken. Laatste vraag nog even van Karine van de SER. Kun je ook ratings erbij betrekken? Dus kun je ook ratings in ieder geval daar een rol laten spelen? De ratings van de platform bedoel je, dus hoe goed iemand is? Ja. Dat zou je voor de assessment, voor je beoordeling kunnen doen. Dat is nu eigenlijk al, hè? Dat is nu ook een soort beoordelingssystematiek al geworden. Het zit natuurlijk niet echt in de systematiek van die skills extracties op het ogenblik. Dus daar kijken we nog helemaal niet naar. Het is meer eigenlijk van, je kijkt wel een beetje naar die skills niveau. Dat is nog wel mogelijk. Maar echt van hoe goed je bent, hè, daar zitten natuurlijk andere aspecten weer aan vast dan het niveau zelf. Je kan de tour rijden, maar dan kan je de laatste zijn, maar je kan ook de eerste zijn. Dat er zit een niveauverschil tussen. Maar je kan alle twee de tour rijden. Dus een skill heb je dan wel, maar hoe goed je daarin bent, dat wordt het dan niet aangegeven. Dus die ratings, dat is iets wat nog toegevoegd zou kunnen worden. Wat trouwens ook wel uniek is voor de klusseneconomie, de platforms. Want dat is daar natuurlijk veel sterker ontwikkeld dan in de rest van de economie. Dus dat zou op zich ook weer een innovatie kunnen zijn om dat ergens te verwerken. Ja, klopt. En als je kijkt, want ik denk, waar we het net over hadden van vacatures naar opdrachten, waarbij natuurlijk de skills natuurlijk een... ook een belangrijke rol gaan spelen. Is er ook in ieder geval, stel bijvoorbeeld, je zou nu een soort van blanco opdracht krijgen van, goh, je mag hier iets in doen met platformen om het verder te gaan verkennen. Heb je daar bepaalde ideeën of wensen bij? Dus er zijn nu ook een paar platformen die ook meekijken. Misschien dat we gelijk daar iets... Ik denk dat het meest interessant eigenlijk is om te kijken van hoe kunnen we die taakgerichte aanpak opzetten. Dat is, denk ik, voor platformen ook van relevant. Er zijn natuurlijk taxonomieën, en bijvoorbeeld ONET kent hele uitgebreide taakbeschrijvingen. Er zijn iets van 20.000 daar. Daar zou je al mee een beginnetje mee kunnen maken om het wat te systematiseren. En dan is de uitdaging eigenlijk om de skills eraan te koppelen. Dat zou wel aardig zijn om daar een traject voor op te zetten. Dat zou ook echt aanvullend zijn van wat UWV nu aan het doen is en wat andere partijen aan het doen zijn. Want die zijn toch erg beroepsgericht nog. Ja, klopt. Volgens mij zijn we het met al over eens dat in ieder geval de baan in ieder geval niet de meeste flexibiliteit biedt. En dat kun je juist in ieder geval met die skills natuurlijk heel erg mooi doen. In ieder geval nog een paar opmerkingen. Ik denk uiteindelijk ook belangrijk om te zeggen is, uiteindelijk gaat het hier ook niet om technologie. Ook als ik praat over platformen, het succes van een platform heeft niet met techniek te maken, maar uiteindelijk gewoon met strategie en mensen en leiderschap. En hier ook in een kijk op het natuurlijk als HR niet meebeweegt, dan kun je hele mooie platformen maken, maar uiteindelijk wordt er niks gebakken. Uiteindelijk is denk ik daar de techniek op het algemeen ondergeschikt en misschien van 10% van de totale slagingskans. Ik denk dat ook belangrijk is om ook mee te geven ook als opdracht. Ik zie opeens ook een dingetje in Q&A.
van Anita. Even kijken. Dank je voor je presentatie. Indrukwekkend waar jullie nu en de komende jaren aan gaan werken. Zoals je zei, hebben werkenden in de kunsteconomie veel skills en minder gericht op diploma's. Hoe stel je voor dat zij hun skills registreren? Ja, daar hebben we wel over nagedacht. We zijn vanuit TNO betrokken bij het project bij Bouw Nederland Techniek Nederland voor praktisch geschoolden in de bouw en in de installatietechniek. Daar heb je eigenlijk hetzelfde. Dus daar heb je daar wordt eigenlijk door werkgevers bepaalde kwalificaties soms gevraagd, hè, NEN en dat soort standaarden. Maar heel veel mensen in de bouw en in de techniek hebben dat dan niet. En wat we hebben gedaan is een soort drie-pijlermodel gebouwd in het paspoort. Waarbij de eerste pijler is in feite je diploma of je certificaten. De tweede pijler is die werkervaring. En dat doen we via de urenbriefjes. Dus mensen die leveren urenbriefjes in. En dat geeft weer van wat ze vaak hebben gedaan. Dat is eigenlijk een taakgerichte benadering al, hè, heel sterk. En de derde pijler is een skills assessment. Waarbij ze zelf aangeven waar ze goed in zijn. Dat is het meest softe en minst harde. Maar je kan op die manier wel de werkgever en werknemer in een matchingsgesprek faciliteren. Dus als ze een bepaald diploma niet hebben, dan kan je kijken, nou, welke ervaring hebben ze dan de laatste tijd gehad. Dat kan vaak een aanleiding zijn om te denken voor een werkgever, nou, dan heeft hij toch best wel wat ermee met het beltje gehakt. Zo kan ik het wel proberen. En als je dan toch nog extra onderbouwing wil hebben, dan kan je nog naar je skills assessment gaan kijken. Dus op die manier willen we eigenlijk een soort meer, bredere aanpak opzetten daar. En daar zou het dus eventueel kunnen werken. Ja. Maar het is wel experimenteel nog, hoor. Dus we zijn nog aan het testen. Dus ik weet nog niet, hoe ver het gaat werken. Een van de kritische succesfactoren van dit soort aanpakken is ook dat werkende en zeker praktische scholen niet heel erg zitten te wachten om skillspaspoorten en dergelijke in te vullen. Dus je moet het zodanig maken dat ze zo weinig mogelijk hoeven te doen. Ja. En dan is het ook nog de vraag van hoe ver ze het gaan gebruiken. Dus dat zijn allemaal dingen die we nog moeten bekijken. Het is de hele sociale innovatie, wat je net zei. Het moet uiteindelijk door mensen zelf gedaan worden. Dat is echt wel een issue hier. Ja, interessant. Ik denk daarbij ook wel wat platform ook wel interessant maakt. Is juist omdat eigenlijk de hele transactie via het platform of via de app verloopt. Kun je ook bepaalde stappen ook dwingen. Ik weet bijvoorbeeld dat een aantal platformen, bijvoorbeeld als je het hebt over de rating. Ja, eerst rating invullen en dan pas kun je op next klikken en kun je de uren accorderen. Dus ja. Uiteindelijk, als het ook in ieder geval niet te veel invloed heeft op de conversie, dan kun je dat via zo'n digitaal proces daar ook bepaalde checks en balances in programmeren die uiteindelijk daarin sturend zijn en minder afhankelijk zijn van mensen er wel of geen zin in hebben. Ja, en platformen zijn natuurlijk al veel meer gedigitaliseerd dan zeg maar wat werkgevers doen met werknemers. Hè? Dus het is, eigenlijk zou zij als eerste kunnen doen, omdat zij al veel meer veel meer in systemen hebben ondergebracht. Ja, en zij zijn nou digital first. En het ook grootste wat ik ook in heel veel gesprekken merk is dat platformen heel erg uitgaan van ten eerste digital first en daarnaast echt de gebruiker centraal stellen. En uiteindelijk ook, terwijl bijvoorbeeld de meer traditionele bemiddelaars, lees uitzendbureaus, die praten heel erg over eigenaarschap van kandidaat en data. Dus ik verwacht dat de platformen ook veel meer openstaan om daar in mee te werken dan de middelaars die al langer mee te rijden, want die veel meer denken in ieder geval in het eigenaarschap en lock-in op basis van informatieasymmetrie. En daarom merk ik dat heel veel platformen echt een hele andere vertrekpositie hebben. Ook deels ook vanwege hun digitale faciliterende karakter. Dus dat is daarin ook een oproep aan zowel de traditionele als de nieuwe middelaars om daar iets mee te gaan doen. Joost, dankjewel voor je bijdrage. Super interessant. Of maar niet het laatste wat we daarin hebben gehoord. Nog een opmerking van Claudia Klarenbeek. Bij het skillspaspoort voor vaklieden hebben ze dat anders gedaan. Ze hebben eigenlijk ook de vaklieden ook laten meedenken. Dat is eigenlijk een hele goede opmerking, want heel vaak wordt er gesproken over de platformwerker, of over de werker en heel vaak met de werker. Dus iedereen heeft deze mening over, behalve degene waar het over gaat. Dus ik denk ook wel een hele goeie van Claudia als aanvulling erop. Kijk, nou, daar zijn we weer voor het laatste deel. Natuurlijk een hoop interessante input gehoord. Enerzijds complexe materie. Dat er heel veel verschillende processen bij zijn betrokken. Aan de andere kant zie je, als je kijkt juist naar die klusplatform, dat er ook heel veel kansen liggen. Omdat de klusplatform vooral echt een digital first houding hebben. Waarbij je echt de hele transactie
kunt vangen binnen de app en daar bepaalde dingen mee kunt doen. Laatste 20 minuten lijkt me interessant om van een aantal mensen een reflectie te horen. Even kijken hoor. Dus misschien eventjes Ronald van den Hof. Je hebt natuurlijk een aantal vragen gesteld. Jij bent hier, zoals je aangaf, ook bezig met een soort van skills matching systeem. Dus misschien kun je daar iets over vertellen en ook reflectie geven op hetgene wat je hebt gehoord. Ik geef even aan allowed to talk. Als het goed is krijg je nu een ask to unmute. Als het goed is krijg je nu een pop-upje waarbij ik vraag of je wil unmuten. Heb je het tegen mij, Martijn? Ik heb het tegen jou. Kijk, nou, Ronald, je bent live in de uitzending. Ik schuif net aan, dus wat was de vraag? Nee, de vraag was, hè, je had zelf al wat vragen gepost ook in de chat tijdens het event. Je gaf ook aan dat je zelf bezig bent met een matching algoritme, ook op basis van skills. Dus misschien kun je daar kort even iets over vertellen en ook nog eventjes wat reflecteren op hetgene wat je hebt gehoord en vooral... Ja, wat je ook aangaf ook in de vragen die je had. Wat waren vooral de issues die de vragen die nog voor jou onbeantwoord zijn gebleven en moeten worden meegenomen ook in het vervolgende debat? Nou, ik moet om te beginnen zeggen dat ik onder de indruk ben van wat er al is. Daar maak ik dan wel vervolgens meteen een kanttekening bij dat het weer benaderd toch veelal wordt vanuit de baan. En dat alles wat niet in de vaste baan is, dan meteen waar iets valt als van klussen, de kluseconomie of zo. Terwijl ik denk uiteindelijk dat, en dat wordt zeker versneld door de coronacrisis, is dat bedrijven toch veel meer echt gaan werken in netwerkstructuren. En dan wordt uiteindelijk zeg maar de samenhang tussen mensen die sociaal-economische waarde gaan creëren, die wordt veel, veel losser dan nu het geval is. Ja, ook al wil de Nederlandse overheid dat iedereen weer terug gaat naar de baan voor het leven. Nou, ik bedoel, dat is gewoon natuurlijk een illusie. En wat je tot nu toe ziet, is dat al die onderzoeken en al die initiatieven wat er ligt, gewoon allemaal uitgaat nog steeds van de banen, de functies. Daarom zei ik van, hoe zit het aan die bedrijvenkant? En een groot gedeelte van die bedrijven, A, gaan ze verdwijnen. Ten tweede ga je meer naar netwerkstructuren. Dus je zal veel meer een soort ad hoc beslissing moeten maken van wat voor iemand heb ik op dit moment nodig. En wat gaat hij dan doen? En past zo iemand dan wel in mijn cultuur? En daar ben ik heel voorzichtig mee bezig om eens te kijken of je daar niet iets mee kan. Maar dan benaderd zeg maar vanuit het niets. Dus ja. Niet gestoord worden en niet afgeleid worden door enige structuren daarin en dat soort dingen. En dat je dan eens gaat kijken. Er was dat is helaas gestopt, bijvoorbeeld ook een bedrijf als Teamly. En die matchte ook veel meer zeg maar of jij wel binnen die cultuur past. Ik bedoel, je kan twee mensen hebben met een linkerhand, maar de een is een beetje meer rood en de ander is meer blauw. Als je team dan helemaal blauw is, kan dat of een voordeel zijn, of je kan beter een roodachtig iemand nemen. Dus die hadden daar zelfs nog een gelaagdheid in aangebracht. En je ziet al dat bijvoorbeeld een ander platform als PartUp, die gaan er veel meer uit van ja, wat moet er eigenlijk gedaan worden? En die laat het veel meer aan de mensen zelf over, ook zelfs bestaande werknemers, om daar als het ware op in te schrijven. En ja. Dat vind ik eigenlijk veel meer de innovatieve benaderingen waarvan ik uiteindelijk denk, dat, bedoel, we weten toch nog niet precies waar dan al die dynamiek van die arbeidsmarkt heen gaat. Ik bedoel, buiten het politieke wensenspectrum en dat soort zaken hoor, ik bedoel, daar hou je toch altijd last van. Maar dat is natuurlijk interessant om te kijken in hoeverre je dat soort dingen allemaal bij elkaar kan brengen. Ja, interessant en ook relevante bijdrage. Kijk, ik denk uiteindelijk... De reden ook waarom het nu inderdaad nog heel erg op die vacatures en baan zit, is want dat natuurlijk waarschijnlijk een goede eerste stap is in die complexiteit ook naar die skills. Maar inderdaad, ja, in ieder geval, ik ben het met je eens dat juist ook je toekomst ook ligt inderdaad uiteindelijk meer met een eerste natuurlijk die werkende centraal zetten. En diegene daaromheen ook net veel meer controle geven over hetgene te doen wat bij diegene past op het moment dat het uitkomt. Daar, omdat we natuurlijk gedwongen worden daarin, omdat gewoon arbeid schaars wordt. Is. Ja. Weet je, ik bedoel, we kunnen allemaal hele mooie verhalen verzinnen van hoe we het graag het land zouden hebben willen ingericht. Maar het feit is natuurlijk dat we en arbeidsmigranten nodig hebben, op een Europese perspectief gezien.
En ja, er is nu al tekort in zorg. Ik sprak laatst iemand van het GVB of zo, die zei wel eens van ja, het werven van een chauffeur kost €50.000 of een ton of zo, geloof ik. Maar ja, ik heb er over 5 jaar heb ik er 2000 nodig. Als zouden we die kunnen vinden, kunnen wij dat niet eens betalen. Ja. Ja. Dus dat betekent dat we toch zaken en organisaties daardoor anders zullen moeten gaan inrichten. Want ze zijn er gewoon niet. Ja, dus wat jij aangeeft is ook een stukje urgentie, jongens. Hè. Dit is geen luxe probleem. Dit is geen hypothetische speeltuin. Maar dit is gewoon ook puur vanuit de noodzaak van de toekomst om hier mee aan de slag te gaan. Ja. Tuurlijk. Oké. Okay. Helder. Dankjewel, Ronald, voor je bijdrage. Dank je voor het organiseren van het interessante webinar weer. Ja, graag gedaan. Ik heb je weer. Oh, kijk, je zat al op mute. Dat is mooi. Zijn er nog anderen die daarin willen reflecteren? Ik zie bijvoorbeeld ook een Ellen van Wijk, die al heel veel met hele interessante vraagstukken bezig is. En net een behoorlijke specifieke vraag stelde over SBB, BSS of iets in die richting. Je kunt horen dat waar mijn specialisatie ligt en vooral niet ligt. Ik heb ook maar een beperkt aantal skills die ik in kan zetten. In storen. Ik zelf kijk of er nog Mark van der Lippen, die geeft ook aan. Kijk eens op Fibonacci.com. Dat is eigenlijk heel interessant om te checken. Ja, het berichtje vanuit Anne van de computer doet lastig. Vertel graag de volgende keer meer over. Dat gaan we zeker organiseren. Volgens mij kunnen we dan nu rustig gaan afronden als er niet verder meer bijdragen zijn. Sowieso jullie ontvangen binnen nu en 2 weken ontvangen jullie de slides van de sprekers. Ook een uitgebreid verslag van wat vandaag heeft plaatsgevonden. Klaasje Vogel zal daar zorg voor dragen. Het zal ook op zipconomy.nl ook worden gepubliceerd. Dat is ook mediapartner ook van dit onderzoek. Goed om te weten is, we zijn ook aan het kijken om dit ook verder een vervolg te geven, om ook echt een pilot te gaan doen. Ik ben zelfs ook met een universiteit in gesprek om daar misschien iets rondom een promotieplek om te gaan organiseren. Om juist te gaan kijken van hoe je in ieder geval die portabiliteit in combinatie met de skills voor platformwerkers goed kunt organiseren. Omdat dat ja, volgens mij een heel erg relevant thema is. En waarom het ook heel erg terecht ook zei. Ja, we hebben ook niet de luxe om daar niet iets van te vinden. Want uiteindelijk is het ook vanuit de noodzaak van de toekomst gewoon nodig om hiermee aan de slag te gaan. En inderdaad ook duidelijk wat ook naar voren kwam. Van goh, uiteindelijk is er ook techniek hierin is natuurlijk belangrijk, faciliterend en maakt het mogelijk. Uiteindelijk is het vooral het gedrag van de verschillende mensen en organisaties die... Ja, leidend is in het al dan niet slagen van dit geheel. Dus ik dank jullie voor je aandacht. We stoppen 10 minuten eerder dan gepland. Dat is altijd heel erg fijn om een keer te vroeg te stoppen in plaats van te laten stoppen. Ik wens jullie een fijne dag. Mocht je de vragen hebben, je weet me te vinden. En ik zeg het tot de volgende keer. En graag gedaan.